Ik voel me heel erg Nederlander, want ik was 4 toen ik naar Nederland kwam en ik ben hier opgegroeid en ik heb hier gestudeerd en alles en ik werk hier. Ja, daar kan ik geen nee op zeggen natuurlijk. Hè. Ja, ik voel me wel een Nederlander. Ik ben hier geboren en getogen en als ik naar het buitenland ga op vakantie of iets dergelijks, ja, dan wil ik nergens liever terugkomen dan Nederland. Dus ja, ik voel me echt een Nederlander. Ik maak me wel zorgen over hoe de Nederlander de laatste tijd overkomt. Misschien in de media of als ik denk aan Partij van de Vrijheid die staat voor de Nederlander of zeggen te staan voor de Nederlander. Dan identificeer ik me weer helemaal niet met de Nederlander die zij dan bedoelen. Misschien dat ik me geen Nederlander wil voelen. Dat is wel eens een moment dat ik me geneer voor mensen die, waar ik mee geassocieerd word. Omdat ik dezelfde taal spreek en waar ik hetzelfde uitzie. Dat is nu best een hele moeilijke vraag. Want had je me die vraag 20 jaar geleden gesteld, had ik volmondig ja gezegd. De Nederlandse identiteit. Wie hoort erbij en wie niet? Daarover gaan we het hebben bij Talk Theater op 10 maart. De Nederlander bestaat niet. Dat zei Maxima. En heel Nederland die viel over haar heen. Heeft ze gelijk? Daarover spreken we bij Talk Theater. Op het programma staan spoken word artist YMP, rapper Winne, directeur van het SCP Kim Putters en publicist Hasna El Maroudi. Met Raj Mohan, zanger, Giti Mohebi, publiciste en Mariana Hirschfeld, spoken word artist.